Laten we vervolgens gaan naar Santos die het opnam tegen Transvaal. Nou, Santos Transvaal. Met Ray Frenkel. Als man die de touwtjes in handen heeft bij Transi. En Santos heeft het Transvaal in elk geval niet makkelijk gemaakt. Santos maakte het Transvaal niet makkelijk. De eerste goal werd gescoord door Sylvion McIntosh. McIntosh die maakt er 1-0 van. Transi moest eruit komen. En dit moment, waarbij de arbiter dus wijst naar de 11 meter stip. En Carlos da Silva, die scoort dan de gelijkmaker voor de ploeg van Transvaal. Carlos da Silva, die maakt er dus 1-1 van. Goed genomen strafschop. Zo geeft hij de doelman het nakijken. En met deze stand werd ook gerust. In de tweede helft kwam Transvaal iets beter opzetten. En dat resulteert dus in de goal van Dries Linger. Dries Linger maakt er dus 2-1 van voor Transvaal. Stond helemaal vrij. Niemand van Santos die hem oppakte of oppikte. En hij zegt dus dankjewel. Hier weet ik me wel raad mee. Transi zal verder uitlopen. Een andere Braziliaan aan de kant van Transvaal. Bruno Silva de Oliveira. Hij stond helemaal vrij op de penalty stip. En Bruno Silva de Oliveira die maakt er dus 3-1 van. Schiet Transvaal op voorsprong. Santos zou wel terugkomen, maar het bleek a little too late. Reingoud die passeert de Transi goalie. Alvaro Reingoud. Wat deed de doelman daar? Die komt zijn doel uit. En als je het doel uitkomt, moet je de bal wel hebben. Alvaro Reingoud die was er wat sneller bij. En hij maakte dus 3-2 van. Transi wint met 3-2 van Santos.